Dit is de originele foto van de Graag Traag-campagne op de Turnhoutse baan. Vijf blanke moeders in het park. Niet echt representatief voor de bewoners van de buurt, waar veel culturen samenwonen. De affiches zelf zijn ondertussen uit het straatbeeld verdwenen. Maar een groep buurtbewoners besliste toch om zelf een nieuwe foto te maken. Maar dan met mensen van de verschillende culturen die er wonen. Ik woon zelf in de buurt en ik zag de affiche hangen. Met name de versie van de Turnhoutse baan. En ik kon eigenlijk mijn ogen niet geloven. Ik dacht van, allee mannen, zijn jullie nu al eens ooit op de Turnhoutse baan geweest? Ik zie hier alleen maar witte mama's en witte kinderen. Hier klopt iets niet. Een van de bewoners die nu wel op de foto staat, is Yusra. Wat ik van een nieuwe foto vind? Mooi. Ik vind het wel belangrijk dat ik erop sta met een hoofddoek. Dat ze kunnen zien van... Dus de stad is dan, allee, dat toen uit zijn baan is, aan iedereen is. Volgens het stadsbestuur is er wel degelijk gezocht naar mensen van andere culturen om te figureren in de oorspronkelijke campagne. Maar niemand was bereid om hieraan mee te werken. Ja, dat is ook niet per se zo makkelijk, maar dat is ook niet onmogelijk. Ik ben zelf fotograaf. Ik werk trouwens geregeld voor de stad en ik ga ook vaak op zoek naar mensen uit andere culturen. Omdat meestal, om niet te zeggen bijna altijd, let de stad daar ook wel op. Weet ik uit ervaring. Hè? Maar nee, dat is niet zo makkelijk. Maar het helpt natuurlijk als je een beetje contacten hebt en het helpt als je er wat tijd in steekt. De makers van de nieuwe foto zouden nu ook graag een grote affiche maken van hun exemplaar. En hopelijk krijgt die ook nog een plekje op de Turnhoutse baan.